Wie kent ze niet? Autonavigatiesystemen. Het populairste navigatiesysteem is de TomTom. Die vliegen als warme broodjes over de toonbank. Maar de populariteit heeft ook zijn keerzijde. Want het komt steeds vaker voor dat autoruiten vernield worden omdat dieven op zoek zijn naar zo'n TomTom. Er is een toename, er is een verdubbeling de laatste twee weken met inbraak in auto's vanwege navigatiesystemen. En hoe komt dat, denkt u? Waardevolle spullen in de auto en een afdruk op de voorruit van een navigatiehouder is af en toe al genoeg voor de ruit in te tikken en te gaan zoeken. In Limburg is het aantal auto-inbraken van navigatiesystemen met 30% gestegen. We zien het de afgelopen half jaar, dus tot en met december vorig jaar, waren het ongeveer 230 diefstallen van navigatiesystemen. En het eerste half jaar dit jaar zien we dat het ongeveer 300 zijn. Dus in die zin zien we een stijging. De laatste maanden weer een lichte daling, maar mensen nemen nu natuurlijk hun auto's mee met daarin een navigatiesysteem op vakantie. Een kort rondje op een willekeurig parkeerterrein leert dat 1 op de 10 auto's de bevestigingsbeugel van het navigatiesysteem nog aan de ruit heeft plakken. Sommigen hebben zelfs het hele systeem nog zichtbaar achter de ruit. Verder is het verlies van de TomTom en het vervangen van een nieuwe ruit geen goedkope aangelegenheid. Meestal neem ik hem met pak ik hem de rood, zeg maar. Ja. Alleen de dingen neem ik met de rood, dus ik kan ze op aflezen, pak ik de rood en de rest laat ik dan zetten, zeg maar. Dat wel. Maar de houder is meestal ook wel een teken dat je er hebt en er werden ook dikke ruitjes voor ingehouden. Ja, dat kent je, maar ik pak meestal alleen de worsten door Baafleurs, pak ik met auto en de rest laat ik zitten. Ik denk dat ze tegenwoordig het beste alles auto kunt pakken. Dus mp3-spelers van mijn dochter, dus ook de TomTom. Iedere keer haal ik hem uit de auto, ja. Maar de houder laat u hangen? Die laat ik zitten, ja. Nou, het is eigenlijk een algemene tip aan de mensen. Laat geen waardevolle spullen in je auto achter. En dat geldt ook voor navigatiesystemen, maar ook voor onderdelen. Dus het is belangrijk dat je niet alleen het navigatiesysteem zelf meeneemt, maar ook bijvoorbeeld de antenne. Die is ook geld waard en die moeten mensen dus ook meenemen. Mocht u interesse hebben in de TomTom die gestolen werd in het filmpje, dan heeft u pech, want het is in scène gezet.